President Chandrika Prasad Santokhi heeft een viertal nieuwe districtscommissarissen ontvangen. Dit gebeurde op het presidentieel paleis. De president heeft de DC's voorgehouden wat er van hen wordt verwacht bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. Zij hebben het staatshoofd voorgehouden welke zaken prioriteiten genieten. De communicatiedienst Suriname was getuige van dit moment. Nou, Komwene is in de lift. We hebben veel in petto. Maar dan toch zeg ik, het is veel verwaarloosd. Ik ga de agrarische sector opmoesten en de infrastructuur. Dat geeft mijn voorkeur in deze. De verwaarlozing van het district zal ik ook oppakken. Het veerplein ga ik ook meenemen. Onze veerplein, dat is eigenlijk de aanzicht van het district. Veel toeristen komen in het district. En waar nodig wil ik ook toilettengroep laten maken, zodat mensen ook hun behoefte kunnen doen. Ik kom net van de president en hij heeft ons gemotiveerd dat wij zijn vertegenwoordiger zijn in het district. Wij moeten ervoor zorgen, waken, dat alles gericht gebeurt. Het district, het recht en wet ook geldt. En dat elk burger gelijkwaardig wordt behandeld. Wij moeten alle structuren, alle organisaties, gemeenteleden, alle NGO's bijbetrekken, zodat wij samen het district bovenop kunnen tillen. Het is nog niet helemaal duidelijk of het Zuidwest zal worden of Noordoost. Wat mij betreft maakt het voor mij helemaal niet uit of het nou Zuidwest wordt, Noordoost. Als DC is het belangrijk dat je DC wordt van geheel Suriname. Dus het maakt wat mij betreft niet zoveel uit. Wordt het Zuidwest of Noordoost, ik zal me blijven inzetten voor alle Surinamers. En ik zal met volle kracht er tegenaan gaan om het Surinaams volk te dienen op de eerste plaats. Want zij hebben mij in deze positie gebracht en ook gezet. En ik zal het Surinaams volk niet teleurstellen. De meeste mensen in Suriname, zeer zeker in Paramaribo, kennen mij. Ik kom oorspronkelijk uit de gezondheidszorg. Ik ben genoegzaam bekend in de samenleving als het gaat om gezondheid, eerste lijns, tweede lijns gezondheidszorg. Ik zal mijn uiterste best doen, ook in verband met de actuele zaken zoals COVID, dat ons allen bezighoudt om me daar maximaal voor in te zetten. Het is een serieuze zaak en we mogen dat niet bagatelliseren. Dus vanuit mijn discipline als gezondheidswerker zal ik ook de minister van Volksgezondheid, de heer Amar Ramadan, voor de volle 100% gaan ondersteunen. We praten op dit moment over COVID, maar dat geldt natuurlijk ook voor alle niet overdraagbare aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht. Zij vormen de basis dat de mensen als gevolg van, wat ze ook al zeggen, aanvullende dan wel onderliggende ziektes bezwijken aan COVID. Daarnaast wil ik me ook hard gaan maken van heel wat zaken die de afgelopen jaren krom zijn gegroeid. Ik weet dat je dat met een zachte hand gaat moeten doen. Want, ik zei ook al eerder in het interview, ik ben er voor alle Surinamers. Ongeacht politieke kleur, ras of geloofsovertuiging. Maar ik ben wel een man van wet en recht. Dat betekent dat als er zaken niet goed zijn voor die samenleving, voor de burgers, dan ga ik dat proberen te herstellen. En er zijn een paar projecten die ik gelijk wil aanpakken. We weten dat straks de scholen bijvoorbeeld opengaan. En als DC moet je daarop anticiperen. Ja, dat betekent dat als de kleintjes straks naar school gaan, dat ze in ieder geval een straat inlopen naar hun school dat begaanbaar is. Ja, we moeten kijken als de kinderen lopen, dat ze niet op de openbare weg lopen, maar op de berm. En als daar dus obstructies liggen, zoals gras, stenen, vuil enzovoort, moeten we ervoor zorgen dat het opgeruimd wordt. Zo ook moeten we gaan kijken hoe kunnen we het beleid van COVID ook interpreteren op de scholen. Zijn er genoeg wasgelegenheden? We moeten kijken naar sanitair op de scholen. Het is bekend dat vele kinderen hun plas dan wat ontlasting moeten ophouden. Wat ook weer niet goed is voor de gezondheid. Dus al dat soort zaken moeten we aanpakken. En COVID, het opengaan van de scholen en natuurlijk wat ik sterk voor wil gaan maken, zorgen dat alle Surinamers hun gezondheid serieus gaan nemen.